let's do this. Yeah, yeah. Finally, serious? I got it. Hoi trouwens, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag een nieuwe Favorites aflevering. Maar voordat we daarmee beginnen, wil ik jullie even heel erg bedanken voor alle hashtag unicorn emoji tweets. Ook namens de Unicorn Stichting. Jullie gaan er echt voor zorgen dat er straks een unicorn emoji komt. Maar vandaag heb ik dus een Favorites bomvol met de meest toffe dingen. Onder andere deze app waar ik totaal aan verslaafd ben. Daar beginnen we zo mee. Maar eerst even de intro. Dus doe alvast een duimpje omhoog. Dan gaan we daarna beginnen. Het is birthday, birthday. Elke dag is birthday. Het is tijd voor weer een heel nieuw filmpje op birthday. Arr. Shit, nou, zoals ik al zei, beginnen we vandaag met een app. En de app heet Fold. Het is een gratis puzzelgame voor zowel de iPhone als Android. En het is eigenlijk heel erg simpel. Je speelt met een blokje of meerdere blokjes. En die moet je steeds uitvouwen. En dan komt er elke keer een andere kleur bij. En je moet dan combinaties van drie blokjes of meer van dezelfde kleur naast elkaar leggen. En op die manier allerlei opdrachten uitvoeren. Het klinkt misschien heel simpel, is het eigenlijk ook. Maar het is zo verslavend. Het heeft echt de afgelopen drie dagen mij totaal in zijn greep. Het is een gratis game, dus ik zou zeggen, probeer het even. Het kan geen kwaad. Links in de beschrijving. Ik zeg trouwens wel dat het geen kwaad kan, maar het is heel erg verslavend, dus pas wel een beetje op. Mijn tweede favorite is iets van muziek. Voor het eerst dat ik dat eigenlijk bespreek, een favorite. Maar ik ben zo verslaafd aan het nieuwe album van Passenger. En dan met name aan het liedje Whispers. Dat is zo'n mooi nummer, er zit echt een hele mooie opbouw in. En ik wil het heel graag nu laten horen, maar dan gaat YouTube heel erg stom doen tegen me met copyright claims en zo. Dus dat kan niet. Maar toen dacht ik, wat als ik het even zelf zing? Whispers karaoke. Passenger, ja. Yeah. Moet ik wel eerst natuurlijk even inzingen. Okay, karaoke time. Taxi cabs ain't stopping and I don't know my way home. And it's hard to find a reason when all you have is doubt. Hard to see inside yourself when you can see a way out. Hard to find an answer when a question won't come out. Oké, genoeg. De rest moet je zelf maar even luisteren. Het nieuwe album van Passenger. Het is geweldig. Maar het allervetste is, ik ga er in Parijs heen. In oktober, samen met Denise. En nou, dat avontuur ga ik natuurlijk helemaal vloggen. En dat zal ik dan doen op mijn tweede kanaal. YouTube.com/Rutger. Dus mocht je dat nieuwe kanaal niet kennen, check het even. Er staan al een aantal video's op. En abonneer je even. Dan mis je nooit een vlog of bonusvideo of wat dan ook. En ik hoop dat jullie oren trouwens nu nog heel zijn. Dus sorry voor de headphone users. Laten we verder gaan. En we blijven een beetje in de muziek sferen. Want zoals je misschien wel weet, bespreek ik in Favorites ook graag YouTubers die ik heel erg tof vind. En die jij misschien nog niet kent. En deze week is dat een heel muzikaal persoon. Namelijk Ivar, oftewel Ivar Music. Ivar maakt covers en ja, super vette videoclips erbij. En dat doet hij voor zichzelf, maar ook voor heel veel andere YouTubers. Zo heeft hij al echt met heel veel YouTubers video's gemaakt. Binnenkort gaat hij ook iets met mij maken, zelfs meerdere dingen. Dat belooft echt heel erg vet worden. We gaan video's maken voor mijn kanaal en voor zijn kanaal. Dus als je Ivar nog niet kent, check dan eventjes door hier te klikken en abonneer je even op hem. Want hij maakt echt zoveel covers. Het is echt niet normaal. Gewoon meerdere per week vaak. Super knap. Keep it up, Ivar. Dus check het eventjes. Wat ook altijd als muziek in mijn oren klinkt, is eten. En daarom heb ik vandaag een hele lekkere ijstip. Aangezien het hartje zomer is. Eigenlijk staat nog steeds Lier, de citroenijsjes met dropstok, nog steeds op nummer 1 bij mij. Maar ik heb iets in Amsterdam gevonden dat nu echt wel op nummer 2 staat. Het ijsje is te koop bij Banketbakkerij van de Linde. En het zit op de Nieuwe Dijk in Amsterdam. Dat is echt maar 5 minuutjes lopen van de Dam, richting Centraal Station meer. Zoals je ziet is het een heel erg klein zaakje. En ze verkopen er ook maar één smaak ijs. En dat is dat hele romige slagroomijs. En dit is hem dan.
Het is een mega grote hoorn voor 1,40 €. En het smaakt eigenlijk een beetje naar slagroom, maar dan ijs. Dus echt slagroomijs. Niet zoals hertog uit een bak, maar dan echt banket. Ijs. Super lekker. Ik waarschuw wel eventjes, dit is echt mega romig. Ik wil niet weten hoeveel calorieën erin zitten. Nou, dat is misschien niet het ergste, maar je moet er wel van houden. Het is echt heel erg slagroomachtig. Best wel machtig ook, maar het is heel erg bijzonder. Ik had nog nooit zoiets op en daardoor zeker de moeite waard om eventjes te checken, want het kost toch bijna niks. Een paar weken terug heb ik de nieuwe Virtue huisstijl gelanceerd. Een nieuw logo, een nieuwe intro, nieuwe banners. En ik kreeg van heel wat van jullie de vraag: Rutger, ik wil ook die achtergrond hebben. Nou, daar heb ik nu wat voor bedacht. Ik heb een Dropbox map gemaakt en daarin staan echt de Virtue logo's in allerlei formaten. Voor je telefoon, voor je tablet, voor je computer. En zo kun je dus je eigen telefoon verglitteren met een echte Virtue achtergrond. Dus als je dat ook wilt, check dan even de link. Staat een Dropbox linkje met alle Virtue achtergronden. En als je nu hebt ingesteld, tweet me dan even een screenshot of een foto of wat dan ook. Of zet hem op Instagram en tag me. Dat vind ik echt super leuk om te zien. En mocht je me trouwens niet op Twitter, Facebook en Instagram volgen, dan kan je hier klikken. Mijn Twitter is @rutgervink, mijn Instagram is @rutgervink en mijn Facebook pagina is Virtue. En dat waren de favorites voor deze keer. Maar voordat ik jullie weer een week met rust laat, heb ik een hele dringende vraag voor jullie. Ik ga binnenkort weer een nieuwe Vraag het Fur maken. En daarvoor ben ik nog op zoek naar leuke vragen, gekke opdrachten of wat dan ook. Probeer een beetje origineel te zijn en laat het achter in een reactie. En wie weet zit jij dan in de video waarin ik alles ga beantwoorden, uitvoeren en whatever jullie nu weer hebben bedacht. Als je deze video nou leuk vond, vergeet me niet wat liefde te geven door een duimpje omhoog te doen. Dan zie ik je heel graag weer volgende week Thursday. Doei!